Amsterdamse haringboeren die zitten tussen hoop en vrees. We mogen eigenlijk wel een beetje stellen, het is niet helemaal hun jaar. Hè. Eerst was de Hollandse Nieuwe al niet vet genoeg. En nu komt er ook nog eens Brusselse regelgeving rauw op hun dak. Die Europese regels die schrijven voor dat haringkramen alleen een vergunning kunnen krijgen voor een bepaalde tijd. Tijdelijk dus, zodat ook nieuwe ondernemers kans maken om, om ook eens zo'n kraam daar neer te zetten. En dan dus niet meer de visboeren die er vaak al tig jaar zitten. Amsterdam die onderzoekt nu hoe die regels het beste kunnen worden toegepast. Met dus de mogelijkheid dat er binnenkort geen oneindige vergunningen meer kunnen worden verleend. Voor visboer Bert IJzerbrands is dat vervelend. Die staat al 16 jaar met zijn kraam aan de Europa Boulevard. En ironisch genoeg maakt datzelfde Europa dan mogelijk binnenkort een einde aan. Ja, word ik uitgekocht dan? Ja, dat weet ik niet. Of willen ze me zo broodeloos maken? Vers van het mes. Dat is het allerbelangrijkste van haringen. Nieuwe airconditioning hebben we aangeschaft. Ik heb een nieuw koelkastje hebben we geregeld. Mijn vitrine heb ik vernieuwd. En had u die investeringen ook gedaan als u wist dat het misschien voor tijdelijk was? Nee, natuurlijk niet. Ik ben toch een filantroop. Ik ben toch geen filantroop. En hier, eigenlijk best wel uniek. Bijna niemand houdt echt van haring aan deze tafel. Nee. Nee. Ja. Maar er zijn mensen die het heel erg lekker vinden. En voor hen is het goed als die visboeren gewoon blijven bestaan? Ja, dat denk ik wel. Maar je zou kunnen zeggen, het is meer concurrentie natuurlijk op die visboerenmarkt. Ja, ik kan me de zorgen van deze meneer wel voorstellen. Als je investeringen hebt en je bent voor je broodwinning daarvan afhankelijk, dan denk ik dat je slechter slaapt. Ja.